Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag vergelijken we de conventional deadlift, oftewel de normale deadlift, met de sumo deadlift. Waarom zou je de ene oefening doen? Waarom zou je de andere oefening doen? Waarom zou je deze twee, of misschien los, of misschien beide, in je schema moeten toevoegen? Komt-ie! Round 1, fight! Om even heel snel het geheugen op te frissen. Een deadlift ziet er zo uit. En een sumo deadlift ziet er zo uit. Op het eerste gezicht zit er niet extreem veel verschil tussen beide oefeningen. Een deadlift die kent iedereen wel. En als we naar de variant van de deadlift kijken, de sumo deadlift, dan staan enkel de voeten wat wijder uit elkaar. En eigenlijk, heel simpel, is dit ook het enige verschil. Alleen wat gebeurt er door dat verschil en waarom zou je de ene oefening wel of niet moeten doen en waarom zou je de andere oefening wel of niet moeten doen? We beginnen met het meest opvallende verschil. De breedte slash de plaatsing van de voeten. Doordat je je voeten wat verder uit elkaar zet, komt je bovenlichaam en met name je handen en heupen wat dichter bij de grond. Als we de conventional deadlift ernaast plakken, dan zien we goed het verschil tussen de hand- en heuphoogte van beide oefeningen. Bij de conventional deadlift zijn mijn handpalmen 83 cm van de vloer en bij de sumo deadlift is dit slechts 73 cm van de vloer. Een verschil van 10 cm dus. Wat het voordeel hiervan is, als we naar de sumo deadlift kijken, dan hoeft de barbel minder afstand af te leggen. De meeste mensen kunnen dus meer gewicht gebruiken wanneer ze sumo deadliften, omdat de range of motion is verkleind. Een andere reden dat mensen meestal met de sumo deadlift meer gewicht kunnen gebruiken, is omdat je heuppositie lager is. Hierdoor activeer je meer quadriceps en kun je dus meer gewicht deadliften. Als je regelmatig de conventional deadlift, de normale deadlift doet en je hebt rugpijn, dan is ten eerste natuurlijk je houding niet goed. Of je bent extreem lang en dan kun je niet in de juiste positie komen. En om deze twee punten op te lossen, breng mij bij het volgende punt, de rugpositie. Als we mij van de zijkant bekijken, dan zien we dat mijn rug veel verticaler is bij de sumo deadlift. Wanneer ik rechtop sta, dan is mijn lading, om het zo maar te noemen, oftewel mijn bovenlichaam, direct boven mijn steunpunt, oftewel mijn voeten. Wanneer ik naar voren buig, dan is mijn lading niet meer boven mijn steunpunt en zal mijn lichaam veel meer moeite moeten doen om in deze positie te blijven staan. Wanneer ik helemaal naar voren buig, dan is mijn lading heel ver van mijn steunpunt verwijderd en dan zal mijn lichaam, slash mijn onderrug, extreem veel kracht moeten leveren om in deze positie te blijven. Als we nu kijken naar de startpositie van de sumo deadlift, dan zien we dat we veel meer boven het steunpunt van ons lichaam blijven ten vergelijking met de conventional deadlift. Hierdoor komt er dus veel minder spanning op je onderrug te staan en voor mensen met rugklachten of mensen die extreem lang zijn of een verkeerde houding hebben, kan de sumo deadlift dus een uitkomst bieden. Dit zijn natuurlijk problemen voor een specifiek aantal mensen en lang niet iedereen heeft deze problemen. Stel je voor je bent niet al te lang, stel je voor je kunt alle twee de oefeningen gewoon goed uitvoeren. Waarom zou je dan de ene deadlift of de andere deadlift kiezen? Om dat te bepalen. Ik ga ervan uit dat als je naar mijn video's kijkt, je sterker wilt worden, groter wilt worden, breder wilt worden, etc. En om dat te worden is het natuurlijk handig om te weten welke spiergroepen je gebruikt. Als je alle twee de oefeningen doet, stel je voor je deadlift en je squat. Dus even geen sumo meer, maar een deadlift en een squat. Dan is het je heus niet ontgaan, zeker wanneer je bijvoorbeeld een front squat doet, dat je tijdens de deadlift veel meer je hamstrings voelt en dat je tijdens het squatten veel meer je quadriceps voelt. En dit komt door de rugpositie. En eigenlijk, om heel specifiek te zijn, komt dit door de rugpositie in combinatie met de heuppositie. Als we naar de hamstrings kijken, die ongeveer aanhechten bij punt A en punt B. Dan zien we dat deze spier heel erg uitgerekt is wanneer ik in een conventional deadlift positie sta. Ze moeten dus een heel groot stuk verkorten wanneer ik weer rechtop wil staan. De hamstrings worden dus heel veel aangesproken. Wanneer ik in een sumo deadlift positie ben, dan zien we dat punt A en punt B veel dichter bij elkaar liggen dan tijdens de conventional deadlift. De spier hoeft dus minder te verkorten en minder kracht te leveren. Wanneer één spiergroep langer wordt, dan wordt de tegenovergestelde spiergroep, de antagonist, altijd korter. Dus tijdens de conventional deadlift leggen we de nadruk meer op de hamstrings. En tijdens de sumo deadlift meer op de quadriceps. Dus, wat doe jij zaterdagavond?
Als we naar de volgende spiergroep kijken, de glute maximus, oftewel de grote bilspier. Dan zien we dat deze ongeveer aanhecht aan de bovenkant van de heup, / aan je bilnaald en onderaan op je bovenbeen. De functie van de glute maximus is heupextensie. In normaal Nederlands is dat het benen achteren brengen. Als de spier ongeveer op deze twee punten aanhecht, dan is hij op dit moment op normale lengte. Ik kan hem maximaal aanspannen door deze twee punten dichter naar elkaar toe te brengen door het been naar achteren te bewegen. Wanneer ik mijn been naar voren breng, dan heeft hij zijn maximale lengte bereikt. Wanneer ik een conventional deadlift uitvoer, dan kan de bilspier redelijk ver uitrekken. Maar ik kan deze twee punten aanzienlijk verder uit elkaar brengen door mijn heup verder naar beneden te laten zakken. Oftewel een sumo deadlift positie aan te nemen. Wanneer we sumo deadliften kunnen we dus veel meer de bilspieren gebruiken dan wanneer we een conventional deadlift doen. Maar, wat zegt de wetenschap hiervan? Ik heb, zoals ook bij mijn andere, bij de pull-up video, heb ik ook weer een EMG test kunnen vinden. Oftewel, hoeveel activatie is er in de spieren tijdens een bepaalde oefening en tijdens deze sumo en conventional deadlift. En wat zeggen de wetenschappers daarvan? Ik ga niet in detail treden bij iedere spiergroep, want dan wordt de video extreem lang. Als je alles op je gemak wilt vergelijken, dan kun je over een aantal seconden even de video op pauze zetten. Om hier even snel doorheen te fietsen, de eerste drie spiergroepen zijn de voorkant van de bovenbenen, oftewel de quadriceps. De volgende spieren zijn de achterkant van de bovenbenen, de hamstrings. Daarna komt de achterkant van de onderbenen. Nummer 9 bevat de binnenkant van de bovenbenen. De glute maximus hebben we net besproken en dat is de grote bilspier. L3 en T12 zijn spieren die van je nek tot aan je heup lopen. De trapezius bevat een groot deel van je rug. De rectus abdominis is de welbekende sixpack. En als laatste hebben we de external obliques, die ook wel de schuine buikspieren worden genoemd. Dit zijn de resultaten van de EMG-test. Als we de sumo deadlift vergelijken met de conventional deadlift, dan zien we dat er volgende verschillen aanwezig zijn. Er zijn grote verschillen te zien in de vastus lateralis, de vastus medialis, de mediale gastrocnemius en de tibialis anterior. Als je heel goed hebt opgelet, dan kun je zien dat er bij de sumo deadlift nog wel wat meer spiergroepen waren waar iets meer activatie was dan tijdens de conventional deadlift. Alleen het punt is dat dit verschil zo verschrikkelijk klein is dat dit net kan komen door de omstandigheden. Hoe voelt iemand zich, hoe erg doet iemand zijn best? En de onderzoekers vinden dit niet waardig genoeg om eigenlijk te melden. Het verschil is dus niet echt benoemswaardig en zal ik in deze video dus niet dieper op ingaan. Als we naar mijn persoonlijke conclusie kijken, dan zijn dit de verschillen tussen de lift. Waarom sumo, waarom conventional? Ook al zegt de EMG-test dat de glute maximus, de grote bilspier, maar iets wat meer wordt aangesproken, trek ik hierbij mijn twijfels. Als ik logisch nadenk of de oefening uitvoer, dan voel ik en dan zie ik dat er meer activatie is. Als je bovenbenen wat meer werk nodig hebben en je hamstrings wat minder, dan kun je in mijn ogen beter sumo gaan doen. En als je de nadruk meer op de hamstrings wil leggen en minder op de bovenbenen, dan kun je beter conventional deadlift gaan doen. Nummer 3, als we de EMG-test mogen geloven, dan kun je beter sumo gaan deadliften dan conventional deadlift wanneer je aan je kuiten wilt gaan werken. Nummer 4, heb je last van je rug, dan is de sumo deadlift beter geschikt dan de conventional deadlift. Nummer 5, wil je aan je rug en voornamelijk je onderrug werken, dan kun je beter de conventional deadlift doen. Nummer 6, heb je strakke hamstrings of ben je bovengemiddeld lang, dan kan de sumo ook een uitkomst zijn. Nummer 7, wil je zo zwaar mogelijk kunnen deadliften, wil je bijvoorbeeld aan een wedstrijd meedoen, dan kun je ook beter de sumo deadlift toepassen in plaats van de conventional deadlift. En als laatste, nummer 8, wil je zoveel mogelijk spiermassa kweken, dan is de conventional deadlift in mijn ogen een betere uitkomst, zodat je een grotere afstand moet afleggen en daardoor meer spiermassa gebruikt. En nummer 9, voor de mensen die nieuw zijn op dit kanaal, neem eens een kijkje op mijn kanaal. En daar vind je nog meer van zulke soort video's. En natuurlijk ontvang je iedere week een nieuwe video, wanneer je natuurlijk abonneert. En voor iedereen, en natuurlijk ook de trouwe abonnees, bedankt en tot volgende week.